Goedemiddag, wat is vandaag? Even kijken, wat voor dag is het vandaag? Het is inmiddels 5 uur, ik heb me net aangekleed. Ik moet alleen nog mijn vest aandoen. Ik ga nu lekker sporten. Ik heb heel mijn outfit al aan. Ik heb een wijde trui aan, want ik wil mijn waist trainer aandoen. Zometeen. Guys, ik kom net thuis van het sporten. En er zijn twee pakketjes gekomen. En één daarvan is deze. En ik ben hier zo blij mee. Ik ga het even voor jullie openmaken. Guys, het zijn ze. Ik heb ze eindelijk. Ik ben er zo blij mee. Beste aankoop van 2017. Hey. I don't know what permanent is. Hey, ik ben zo fan van William Singh. Vooral deze cover. Er staat gewoon William Singh en dan 17 rap playlist of zo. In ieder geval, ik heb nog een pakketje binnen. Kijk, ik ga heel mijn kamer, ik heb mijn kast, ik heb alles omgegooid. En ik ga alle kleding waar ik over twijfel of die ik nog nooit aan heb gedaan, ga ik gewoon weggeven. En ik heb nog een pakketje van mooi PR, maar ik weet niet wat erin zit. Maar die ga ik nu openmaken en dan laat ik jullie dat weten. Maar ik ben zo blij met deze shoes, echt waar. Zo blij. Vandaag de baboer ontvangen. Oh, dit is echt leuk. Dit is echt zo'n kalender dus. Voor kerst of zo. En dan, ja. Een perfecte huid, mooie kerstdagen. 24 op elkaar afgestemde ampules uit de gelimiteerde Babour Adventskalender. Dus achter elke dingetje schuilt er een capsule. En dan staat er hier voor wat het bedoeld is. Vet hè? Dit is echt leuk om cadeau te geven. Ook die van NYX is gewoon zo schattig. Nu heb ik er 24. Ik heb mijn kamer weer opgeruimd. En ik voel me zo fijn. Ik heb een nieuw dekbed gekocht van de IKEA. Maar dit dekbed is zo zacht. Dus die heb ik even omgewisseld. En ik heb ook grotere kaarsen gehaald. Deze branden 40 uur door. In plaats van 12. Dit moet ik morgen terug gaan brengen. Het enige wat nu... Dat ik gewoon bijna... Ja, niet geen kleren heb, obviously. Maar ik heb mijn kast zodanig opgeruimd dat alles waar ik over twijfelde of gewoon nooit aandeed, dat ik dat gewoon weg heb gedaan. En dan blijft er opeens heel weinig over. Maar ik heb nu dus drie zakken, waarvan één zak, daar zit kleding in waarvan ik weet dat Marvis heel leuk gaat vinden. En in twee andere zakken, die kleding, ik ga dat morgen denk ik even op Snapchat zetten. En dan mag iemand ze komen ophalen. Dus als jullie deze vlog hebben gezien, dan is het al waarschijnlijk op Snapchat gezet. Ik wil nu eigenlijk douchen, maar het is 2 uur 's nachts. Dus dat is niet echt een goed plan. Dus ik ga gewoon lekker mijn bed in en de vlog afsluiten. En dan ga ik morgen even al mijn vuile kleding naar de wasserette brengen. Want het is echt veel. Ja, het is echt veel. En daarvan moet waarschijnlijk ook de helft weg of zo. Maar ja. Maar dan again. Hoezo weg? Ik heb dat toch aangedaan. Anders was het niet vuil. Maar ik moet morgen, heb ik mijn keratinebehandeling voor mijn haar. En ik moet morgenochtend helemaal naar Arnhem rijden. Ik heb wel de stofzuiger even daar gezet. Zodat ik weet dat ik mijn kamer nog wel moet stofzuigen. En voor de rest was dat eigenlijk mijn dag. Ik heb niet veel boeiend gedaan. Ik ga me nu klaarmaken voor bed. En dan ga ik morgenochtend heel vroeg opstaan. Want ik moet 10 uur in Arnhem zijn. Ik lijk echt die poppetje van Rugrats met dat haar en zo. Ik moet 10 uur in Arnhem zijn. Dus dat betekent dat ik 8:30 hier weg moet. Dus dat betekent dat ik 8 uur moet. Gewoon echt wil stofzuigen. Dus dat betekent 7:30 opstaan. Oh my god. Sorry op mijn lijf. En dat is het eigenlijk. Voor de rest heb ik niks te melden. Behalve dat mijn gezicht ontzettend aan het schilferen is. En ik kan niet aan gaan zitten. En ik ga een vlog lekker afsluiten. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer. Vergeet alsjeblieft niet te abonneren op mijn kanaal. Laat een blauw duimpje omhoog achter. En dan zie ik jullie heel graag bij mijn volgende video. Doeg!